Thanks, meisje van Tolkien's Gamer. Welkom terug bij deze gloednieuwe video. Jongens, allemaal een gelukkig nieuwjaar. Ik weet ook niet waarom mijn cam opeens zin had om de hele video lang naar beneden te staren in plaats van naar mijn hoofd. Je ziet echt letterlijk mijn neus en gewoon... Gaat naar de Petal Fields. En de reden waarom het daar gaan is, volgens mij was letterlijk mijn eerste game in Fortnite ooit gewoon hier. En ik denk, hey, dat moet ik gewoon ook zo doen. Weet je, 2019 moeten we gewoon in Petal Fields beginnen. Druk allemaal op de tijdmog. Abonneer op mijn YouTube kanaal. Ik ga even naar de lange barren. Ik weet niet of mannen hier zijn. Waarschijnlijk komen kapot van mannen, maar we moeten naar die chest hier. Als er een chest is, anders unlocked for life. We zijn unlocked for life. We zijn letterlijk, alsjeblieft, spullen. Spullen. Spullen, dankjewel. Dat is goed. Dit is heel goed. Oh, ik zie daar een shotgun. Oh nee, dat was alleen kogels. Unlucky life. Ik wou vandaag hebben over 2018, jongens. Laten we eerlijk zijn. Begin van 2018. Niemand speelde Fortnite. Oeh, wat is dit nou beter? Voilà, volgens mij is dat beter of niet. Ja, we pakken ook wel granaat. 2018 is iedereen speelde Clash Royale. Kijk wat er is gebeurd. Ik speelde ook Clash Royale. Letterlijk iedereen uploadde Clash Royale video's. En toen ging het over naar Fortnite, jongens. Heel veel is veranderd. Ik wou het erover hebben. Ik wou het hebben over de beste Nederlandse Fortnite spelers. Ik weet, het is een beetje... heel veel waar ik het over wil hebben, maar het wordt gezellig, het wordt leuk, maar laten we als eerst, alsjeblieft, gewoon overleven. Ik zie iemand in de Lebush. Ik hoop dat ik hem kan killen. Ik bedoel, ik hoor aan de rechterkant ook manje en zo, dus het wordt een beetje een chaotisch iets. Kijk, deze guy gaan we even poppen nu. Oh shit, ik heb niks meer, man. Ik zeg je eerlijk. Oh, dat was close ook nog. Geef me die bandages, baby. Oh, wacht. En dat. Oké. Okay. En nu even rustig. Even rustig. Oh, hij heeft kapot verhaald. Die guy heeft de hele fucking bos gepakt. Oh, de. Oké, okay, zo. En dan zijn we weer een beetje full health. In ieder geval, ik moet zeggen, ik heb sowieso respect voor één guy. Ik heb sowieso respect voor alle Nederlandse YouTubers. Maar deze guy is echt van, wauw. Ik moet toch wel even een SO geven aan Realistic, man. Die guy, die verdient het sowieso om gementiond te worden. Niet per se omdat hij de beste Fortnite-speler-speler is. Qua, like, gewoon in de game. Maar ik moet zeggen, hij heeft gewoon zo erg geholpen om Fortnite groot te maken in Nederland. En hij was er vanaf het begin. Hij is ziek hard gegroeid. Hij is gewoon een goede entertainer. Dus sowieso een SO naar hem. Ik pak even deze appels. Het voelt alsof ik geachtervolgd word, maar... ik word geachtervolgd. Maar nee, ik ben volgens mij paranoia bezig. Laat mij gewoon deze appels eten, boys. Ook al ben ik echt als een debiel. Gewoon midden in alles. Deze appels aan het chappen. Anyway, iemand schiet op mij. Wie de fuck schoot op mij? Dat was een fucking sniper, man. Waarom werd ik gesniped? Jongens, gun mij alsjeblieft en niet mij snipen. Het is 2019, oké? Okay? Gelukkig nieuwjaar. Kom op, man. Niet mij zo doen, man, boys. Ik zweer het. Waarom? Wacht, laat me deze shit een beetje goed plaatsen. Anyway, jongens... wie is er nog meer ziek goed? Voordat ik doorga, ik weet, ik heb geen recht van te spreken. Ik ben zelf echt een van de slechtste Fortnite-spelers ooit. Ik zweer het je, ik geef gewoon toe. Ik ben kapot slecht. Ik ben oprecht kapot slecht. Dus ik heb geen recht van spreken, maar toch vond ik het leuk om het erover te hebben. Voordat ik ook doorga, ik wil dat jullie allemaal in de reacties gaan zetten wie jij de beste Fortnite-speler vindt in Nederland. Maar één persoon, niet meerdere persoon. Wie vind jij, ik ga hier naar boven, de beste Fortnite-speler in Nederland? Oké, okay? Ik ben echt benieuwd naar al jullie reacties. Want ja, ik wil het gewoon weten. Oh, ik zie daar mannen. Dat is echt moeilijk, man, deze wapen. Ik moet wel zeggen, kijk, het ziet er makkelijker uit dan je denkt waarschijnlijk. Kijk, deze guy is nog daar zo. Oh, hij gaat naar binnen, bro. Hij is naar binnen aan het gaan. Hij heeft ingebroken. Oh, hij heeft ingebroken. Wacht, wacht, wacht. What the fuck? Wat was hij het aan het doen? Echt een rare knul, hoor. Nee, echt een rare knul. Ik heb echt geen idee waar hij mee bezig was. Oké, okay, dan. Ik weet ook niet. Hij heeft volgens mij gekke loot en zo. Oh, hij was aan het vechten met iemand daar, bro. Moet wel dat hij aan het vechten met iemand was. Laat me even dit hier pakken. Wat hebben we hier? Oké, okay, voor de rest een beetje trash, maar... oeh, bro. Wat trash. We hebben gewoon hier zo'n blauw tactical. Ei. Zeg je wel eerlijk, nu gaan we wel deze guy denk ik poppen, man. Oh, shit. Oh, dit. Hij is onder mij. Oh shit. Lekker dan. Lekker bezig, jongens. Oeh, wat is dit? Een pump shotgun. Bro, wat is beter? Bro, er zijn allemaal nieuwe wapens. Ik weet het niet meer. Heavy assault. Is dat dit? Ja, dat is gewoon een betere versie toch? Ai. Zo. Pakken we dit of niet, bro? Weet je, ik ga gewoon skippen. Ik heb schijt. Of nou, volgens mij is het goeie of niet? Ja, ik weet het niet. Ik ben te slecht. Ik weet niet. Ik doe wel gewoon noob. Ik doe wel gewoon noob style, jongens. Sorry. Oh, dit! Ik hoor iemand! Waar hoor ik mensen? Help!
anyway, jongens, wie ik heel goed vind in 2018 sowieso. Vitorben was lekker bezig. Games for Real was lekker bezig. Kijk, daar is zo'n guy. Hi. Hij heeft me geschiemd. En hij weet nu dat ik slecht ben. Dus dat is geen goede teken. Kijk, meestal als je zo scheef bent, dan weet je van... Oké, hij is slecht. Hij gaat mij zo pushen. Hij gaat mij killen, man. Maar ik ben ook bang dat ik van achter genaaid word of zo. Maar, oké. Oeh, kijk, hij heeft volgens mij sniper. Laat deze guy sniper. Ik ga dan pushen. Gaan we gek doen? Gaan we gek doen? Ik wil echt gek doen. Oh, man. Oh, als hij mij gewoon in één keer zo popt, ik ga gewoon sneaken. Oké, kijk. Durum, 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 durum. En dan gaan we naar de volgende. Durum, durum, durum. Ik wil eigenlijk niet doodgaan, want ik vind het niet leuk om te... Oh, ik heb geluid gemaakt. Waar is die guy? Hij is daarop, toch? Even kunnen zo. Oh, wacht, dat kan hij zien, hè? Ik weet niet, kan hij dat zien als die dingen, bladeren, zeg maar, gaan bewegen, toch? Ik ben echt een retard. Oké. Oh, oké, hij heeft een rift genomen naar boven. Oh, dat kan hij zien, hè? Gaat hij hier naartoe komen, denk je? Of gaat hij skippen? Nee, hij skipt gewoon. Die guy skipt mij gewoon volledig. Oh nee, hij is er. Ik hoor hem ergens landen, bro. Of niet? Ben ik nou retarded? Ik weet het niet meer. Anyway, heel veel YouTubers. Echt dikke respect, jongen. Ook bijvoorbeeld mensen van Twitter. Bijvoorbeeld Ryan Matthew en zo. Bro, die plays zijn gewoon zo insane van die knullen. Knullen, mannen. Eigenlijk gewoon mannen, wat ik ben... Ik weet niet van waar, zeg maar, ik precies werd beschoten, toch? Maar ik weet wel dat ik werd beschoten. Hè? Ik weet echt niet van waar. Oh, daar. Oké. Interesting, interest. Die fucking dingen gaan niet zo ver, hè. Ik weet echt niet, man. Al deze nieuwe wapens. Ik zweer, man. Ik zweer, jongens. Ik speel dit spel echt niet, hè. Ik zweer het je. Als ik echt zou spelen, zou ik gewoon mensen pakken, toch? Maar ik heb echt... Oh, bro. Hoor ik nou van de andere kant of zo? Ik weet het niet, man. Ik wil alleen deze guy wel pushen. Maar ik heb eigenlijk niet zoveel materials om dat te doen. Maar ik wil ook niet hier zo blijven, man. Dat is echt fucking gay. Je weet toch, ik moet niet het jaar beginnen met zulke fucking saaie dingen, man. Zo. Zo, oké. Dan gaan we weer pushen, man. Gaan we pushen, boys! Oh, hij ziet mij nu. En hij was kapot schil. Hij was kapot schil. Hij kon mij daar zo vies pakken, hè. Oh, bro, hij gaat echt nog los, gewoon. Hij kon mij, die knul, kon mij daar zo vies snijpen. Hij miste gewoon. Maar ik heb geen snapper. Ik weet niet, man, hoe moet ik dit doen? Laat mij ik weet. Misschien moet ik gewoon oprotten. Oh, what the fuck, het cirkel is iemand daar. Ik ga gewoon weg, hè. Oh, schijt. Ik heb schijt. Oh, hij wordt gepusht door iemand anders. Of is dat dezelfde guy? Is dat dezelfde guy? Oh, weet hij nu dat ik hier ben of niet? Oh, ik snap het niet meer, man. What the? Dat is dezelfde guy. Oh, man. Waarom hebben zij sniper ik niet? Oh, geef me dat. Dankjewel. Ja, ik wil eigenlijk heel graag een dit ding hebben. Bedankt met vriendelijk groet, Tolgan Dogan. Zo, ja, ja. Oh, en nu pusht hij mij. Oh, what the fuck? Ik moest daaronder editen, dat wou ik eigenlijk doen, maar ik misklikte. Ik weet niet of ik hem nou heb gehit net. Shit, waarom heb ik mijn high ground voor niks gegeven dan? Oh, fuck. Ik heb mijn high ground voor niks gegeven gewoon naar deze guy. We gaan zien hoe dat loopt. Ik hoop toch een beetje chaos of zo. Hey bro, ik zit vast hier, bro. What the fuck? Zijn er nou meerdere mensen? Ja, er zijn meerdere mensen. Ik dacht al. Jongens, help! Oh, ik haat jou. Ik kom gewoon eentje kapot vies geven. Oh, ik heb geen materials meer. En cirkel komt eraan. Ah, ik ben denk de lul, man. Ik zeg heel eerlijk, je weet toch. Ik hou van jullie jongens allemaal, was een goede game. Laat me weten wie jij de beste Nederlandse YouTuber vindt. Ik moet wel zeggen, ik heb echt respect voor veel YouTubers. Ik heb het zelf opgefokt. Ik ben niet echt heel veel gaan lopen uploaden dit jaar.
Dat wou ik, vanaf het begin doen, maar heel veel is veranderd, jongens. Je weet toch, want ik doe YouTube nu echt als een hobby. Je weet toch, deed ik eigenlijk altijd al. Maar het moment dat ik het wat serieus nam, vond ik het minder leuk en zo. Deze guys zijn echt nog aan het strijden, hè. Oh, zij zijn nog steeds aan het strijden. Ik ga gewoon weg. Ik moest eigenlijk niet schieten, ik moest gewoon oprotten. Maar ik heb ook, zeg maar, een baan... Oké. Wanneer zeg ik, ik heb een baan. Ik run mijn eigen business ook daarnaast. Dus ik kon niet heel veel tijd aan besteden, dus af en toe. Maar en school natuurlijk, is het ook HBO. Je weet, allemaal smoesjes. En was ook af en toe fucked up. Ja, je weet toch, ik had fucking break-up. Ik had heel veel vrienden verloren. Was bad break-up. Het is helemaal fucked up dingen gebeurd, jongens. Maar hey, ik hou van jullie. 2009 komt goed. Oké, jongens. Jongens, bedankt voor het kijken in deze video. Dan zie ik jullie weer.